Dit is de Innovatiewasstraat. Hier leer jij van experts hoe je succesvol innoveert. Mijn naam is Kim Spinder. Als spreker en adviseur help ik ambitieuze organisaties om zelf aan de slag te gaan met innovatie. Dat je steeds op allerlei manieren wordt uitgenodigd en soms bijna gedwongen misschien om verantwoordelijkheid te nemen en om eigenaarschap te nemen over wat je als team met elkaar doet. Aan het woord is Diederik Jansen. Hij weet alles over holocratie. Volgens hem is dat een hele gedisciplineerde methode voor zelforganisatie. Wat maakt dat je maandag kunt beginnen. Voor steeds meer organisaties is zelfsturend werken een antwoord op: kan het niet beter dan wat we nu doen? Leer deze week alles over deze nieuwe manier van organiseren. Ga voor alle aantekeningen en extra tips naar innovatiewasstraat.com en ontdek hoe jij innovatief wordt. Diederik, wat betekent holacratie voor jou? Ja, een woord in ieder geval dat niet meteen een beeld of misschien niet eens meteen een duidelijk beeld oproept. Dus dat is een vraag die ik heel vaak krijg. En ik vind ook nog steeds, het is natuurlijk een abstract begrip. Dus wat voor mij het meest klopt is om het te beschrijven als een hele gedisciplineerde methode voor zelforganisatie. Dat is misschien wel het meest kernachtige. Ja. En ook het belangrijke dat het gedisciplineerd is. Want zelforganisatie is niet altijd, het eerste waar mensen aan denken. Dan denken mensen ook wel van iedereen doet weer lekker waar hij zin in heeft. Geen structuur, vrijheid. Dat is dit in ieder geval niet. Het is heel gedisciplineerd. En het is een methode. Dus het is niet een soort van idee waarvan je dan zelf maar moet kijken van heb je er wat aan. Maar het heeft hele duidelijke spelregels, processen, wat betekent dat je bij wijze van spreken maandag kunt beginnen. En dat sprak mij er in ieder geval erg in aan. Ja, want hoe ben je op het pad gekomen van deze manier van werken? Ja, ik heb in ieder geval nooit een fatsoenlijke baan gehad. Ik denk dat dat al wel iets zegt over mij. En ik zeg wel eens voor de grap van, misschien ben ik dit werk wel gaan doen omdat ik zelf een soort van autoriteitsissues heb of zo. Ik denk dat daar wel misschien wel een kern van waarheid in schuilt, maar ik heb een studie bedrijfskunde gedaan. En tijdens mijn studie had ik al het idee van, ja, dit is wel wat ik wil doen. En tegelijkertijd klopt er iets niet of mis ik iets. Maar ik wist niet precies wat. Ik stond op het punt om mezelf te vermannen en mezelf daaroverheen te zetten toen ik twee andere jongens leerde kennen die dat ook hadden. Dus toen was ik nog wel gek, maar niet meer alleen gek. Dat maakte echt wel een verschil. Dat heeft ertoe geleid dat ik na mijn studie met die jongens een adviesbureau ben begonnen. Heel naïef, heel idealistisch, weet je wel, adviseur, net uit de collegebanken. Maar wij hadden het idee van wij willen het anders doen. We weten niet eens precies hoe, maar het moet in ieder geval anders. En we zijn ons toen heel erg gaan richten op het MKB, op de snel groeiend MKB. En wat ik toen merkte is dat in de projecten die we deden, in de veranderingen die we begeleiden, dat als het succesvol was, dat was niet altijd, maar als het succesvol was, was het naar mijn smaak veel te vaak ondanks de structuur. En daar begon ik me op een gegeven moment echt enorm aan te ergeren. Dat ik dacht van, hoe kan het nou waar zijn? Het is mooi als je succes hebt, maar dat het dan is omdat er één of twee mensen zijn die gegrepen worden en die opstaan en die de kar gaan trekken. Op zich top, maar dat ze dat dan ondanks de structuur moeten doen. Dat wilde er mij niet in. Ik dacht, dat moet toch ook anders kunnen? En ik denk dat dat maakte dat toen ik in 2006 of 2007 voor het eerst een artikel over holacratie tegenkwam. Ja. Dat ik dacht van, misschien is dit iets. Ja. Ja. Zo is dat een beetje begonnen. Dus eigenlijk ook, de structuur zat eigenlijk vaak gewoon in de weg. Ja, ik kan me voorstellen dat dat iets is waar jij, wat jij ook wel tegenkomt. Zeker. Zeker als je werkt met grotere organisaties, als je het hebt over innovatie, dan is dat ook iets dat vaak volgens mij meer ondanks de structuur dan dankzij. Ja. En ik weet niet wat dat is, maar bij mij roept dat op de een of andere manier bijna een soort verontwaardiging op. Dat ik denk, ja, maar dat kan niet waar zijn. Dat moet anders kunnen. Ik had geen idee hoe, maar dat maakte in ieder geval dat ik op zoek ging. Ja, en toen kwam je bij deze methode uit. En er zijn natuurlijk ook heel veel verschillende meningen over. Maar wat sprak je zo aan in deze methode? Nou ja, ook het methodische in ieder geval. Dus dat het niet een paar inspirerende one-liners waren. Waar je, zeg maar, terwijl je een boek aan het lezen bent, helemaal vol van bent. Maar dan een week later denk je van, ja, wat was het ook alweer? Of wat ga ik daar nou mee doen? Je zou zelfs kunnen zeggen dat eigenlijk, dat is er helemaal niet. Dus dat vind ik zelfs juist bijna wel een gemis. Als je het hebt over holacratie of holocratie. Gelukkig is dat trouwens inmiddels rechtgezet door Frederic Laloux. Die heeft een boek geschreven, Reinventing Organizations. Wat echt wel
echt de filosofie achter deze manier van werken beschrijft. En ook nog breder trekt. Want het gaat niet alleen maar over holocratie, maar gewoon over zelfsturing en een nieuwe generatie van organisaties. Maar het methodische sprak me aan en ook wel het gedisciplineerde. Ik weet niet waarom. Ik ben heel georganiseerd, heel gestructureerd. Dus voor mij werkte dat eigenlijk wel. Dus de combinatie van enerzijds wel veel vrijheid, veel autonomie, wat hoort bij zelforganisatie. Maar dan toch op een hele gedisciplineerde manier. Ja, dat intrigeerde me. Want volgens mij maak jij ook een onderscheid in zelfsturing en zelforganisatie. Ja, ik gebruik het best wel een beetje door elkaar heen. Maar ik denk eigenlijk dat het wel twee verschillende dingen zijn, inderdaad. En ik zie zelf, wat wij doen, wat Holocracy is, zie ik eigenlijk meer als zelforganisatie dan zelfsturing. Omdat in het extreme geval, als je spreekt over een organisatie die bestaat uit meer teams, meer dan één team, dan zou zelfsturing betekenen in mijn ogen dat die teams ook volledig zelf bedenken waar ze van zijn en wat hun doel is en wanneer ze succesvol zijn en natuurlijk hoe ze zichzelf organiseren en wie dan wat doet enzovoort. Terwijl bij zelforganisatie zijn er toch nog wel iets meer kaders en er is iets van een hiërarchie, bij Holocracy dus ook. Alleen het is geen hiërarchie van poppetjes en van status en van macht, zoals we hem kennen. Maar het is veel meer een hiërarchie van doelen. Holocracy noemt dat purpose. Waarbij je uiteindelijk kijkt van wat hebben we als organisatie te doen en wat zijn daar dan de afgeleide, smallere doelen van. En dat betekent dat als je in een holocratisch team werkt, dat noemen we dan een cirkel, dat het doel en bepaalde kaders zijn gegeven. Door een bredere of een hogere cirkel. Nou ja, daar kunnen we het misschien nog later nog over hebben. En daarbinnen bepaal je vervolgens alles zelf. Hoe gaan we samenwerken om dat doel te bereiken? Wie doet wat? Wat als we het anders willen organiseren? Nou ja, dat kan dan allemaal. Yeah. En wat volgens mij belangrijk is aan dat verschil is dat bij die strikte zelfsturing is het eigenlijk meer een verzameling teams dan een organisatie. Dus om te zorgen dat dan uiteindelijk allemaal één kant op gaat, dat is dan best moeilijk. En dat moet je dan op de een of andere manier toch maar weer met politiek of op een soort menselijk niveau moet je proberen dat allemaal een beetje dezelfde kant op te krijgen. Maar dat is dan moeilijk. Terwijl bij zelforganisatie is er wel een hele duidelijke hiërarchische structuur waarin we uiteindelijk richting één gezamenlijk doel werken. Dus eigenlijk wordt het doel nog veel belangrijker in zo'n holocratisch team. Holocracy, het wordt echt op alle mogelijke manieren uitgesproken. Ik kom ook wel bij organisaties over de vloer die zeggen holy crazy. En dan denk ik van ja, dat krijg je ervan als je het zo noemt. Dus dat, ik begin ook vaak mijn praatjes met maar even op te biechten dat ik het woord in ieder geval niet bedacht heb. Dat vind ik dan wel belangrijk om even te noemen. En dat ik het ook een ingewikkeld woord vind. Maar op een gegeven moment krijgt dat toch een bepaald momentum. En dan moet je het ermee doen. Ik vind het ook niet zo belangrijk. Volgens mij gaat het om de ideeën erachter. Maar En ik las op jouw website van wat levert het nou eigenlijk op? En daar was ik wel door getriggerd, want je zegt wel van het levert ook een structuur op en zo. Maar voordat we daarop in gaan zoomen, het levert eigenlijk met name ook meer werkgeluk op, groeikracht en innovatie in het bedrijf. Kun je dat dus toelichten? Ja, en ik merk ook van als je die vraag stelt, wat levert het op? Dat er ook meteen iets in me opkomt waar iets van dat het ook een manier van werken is die voor mij persoonlijk in ieder geval meer klopt. Dus dat ik het ook zou doen als het niet meer opleverde. Omdat het op de een of andere manier gewoon het sluit aan bij hoe ik naar de wereld kijk, bij hoe ik in elkaar steek. En dat vind ik nog wel een belangrijk ding. Want veel organisaties, zeker grote organisaties, beginnen met die vraag. En dat snap ik ook, want je investeert misschien geld en zeker heel veel tijd en energie in iets. Met een onzekere uitkomst. Dus wat levert het dan op? En tegelijkertijd merk ik dat de organisaties die wij begeleiden, die het meest succesvol zijn, die doen het eigenlijk niet omdat het iets specifieks oplevert. Bijvoorbeeld werkgeluk of innovatie. Dat is eigenlijk allemaal bijvangst bijna. Klinkt een beetje gek, maar dat is een soort paradox waar ik best wel veel tegenaan loop. Van wat levert het op? Oké, het levert van alles op. En volgens mij moet je het niet daarom doen. Je moet het ook wel doen omdat het klopt. Omdat het past bij waarom doen ze dat dan? Wat is dan de reden om je hierin te verdiepen? Nou, een heel grote groep waar wij mee werken is MKB. Dus dan werk je direct met een ondernemer. En dat is dan vaak een ondernemer die zegt, ik ben niet dit bedrijf begonnen.
of misschien zelfs al weggegaan bij een groot bedrijf, en dit bedrijf begonnen om uiteindelijk alsnog weer manager te zijn. Dus die helemaal niet zitten te wachten op het aansturen van een hele management organisatie, een hele management hiërarchie. En die eigenlijk vooral gewoon willen ondernemen en het liefste zien dat iedereen binnen een organisatie, ze nemen allemaal slimme mensen aan, dat dat er ook uitkomt. En dat niet voor elke persoon die je extra aanneemt, dat je weer een klein beetje minder terugziet van die persoon. Hoe slim en briljant ze ook zijn. Omdat dat op de een of andere manier verloren gaat in dat zwarte gat. Wat dan, nou ja, de moderne organisatie is. Ja. En als je, want eigenlijk is het best wel gek natuurlijk, want als we een organisatie starten, of als je kijkt naar de meeste organisatie, dat is natuurlijk nog steeds zo'n harkje, zo'n hiërarchie. En eigenlijk is dit een hele andere manier van naar organiseren kijken. Ja, ja, en wat ik vooral gek vind, ook als je het hebt over innovatie, het is natuurlijk heel makkelijk om die hiërarchie te gaan belachelijk te maken, of te zeggen van dat is oud of verkeerd. En ik denk dat dat ook niet waar is, want Het is wel oud, dat klopt wel. Heel veel van de principes van de moderne managementhiërarchie zijn volgens mij een soort van uitgevonden in legers en in fabrieken. Bijvoorbeeld span of control of dat soort ideeën. Dus die zijn wel degelijk echt super oud en de wereld is totaal veranderd. En tegelijkertijd heeft dat ons ook zo verschrikkelijk veel gebracht in termen van welvaart. Dat ik denk van, nou, het zou wel heel ondankbaar zijn om dat dan onze rug toe te keren en te zeggen dat is oud en verkeerd. Nee, dat niet, maar het betekent ook niet dat we dan maar er voor eeuwen gaan vast moeten zitten of niet af en toe een stap terug moeten zetten en kijken van, is dit echt nog steeds de enige manier of is er misschien inmiddels een betere manier? Ja. En ik denk dat er dat er niet één betere manier is, maar dat er wel steeds meer geïnnoveerd wordt echt in hoe je organisatie zelf inricht. En dat dat wel een interessant gebied is. En hoe zit het voor jezelf? Welke manier van werken spreekt jou dan het meeste aan? Ik heb eigenlijk nooit een echte baan gehad. Dus in die zin kan ik niet helemaal uit ervaring zeggen hoe het werken in een soort normale organisatie, in een managementhiërarchie is. Ik heb natuurlijk wel een idee. Ik denk dat ik enerzijds heel graag de vrijheid wil van het freelancen of het ondernemen met een klein groepje mensen. Dat je zelf nadenkt over van alles en nog wat. Dat je dingen probeert en dat het misgaat en dat je dan weer wat anders doet. Dat je je heel breed ontwikkelt en allerlei. Ik heb toevallig binnen Energized ook de rol van boekhouder. Niet mijn meest favoriete, maar het betekent wel dat ik me daar ook in moet verdiepen. En ergens vind ik dat wel leuk. Dat niet zomaar de afdeling finance is die dat allemaal doet, maar dat ik daar ook iets vanaf moet weten. Dus dat vind ik leuk. En tegelijkertijd, freelancen alleen is ook wel eenzaam, vind ik. En ik heb het een tijdje gedaan en ik merkte dat ik daar niet gelukkig van werd. Op een soort menselijk niveau, van gewoon met anderen samenwerken, successen delen, op een schouder uithuilen als het even wat minder gaat. Ook verrast worden met de ideeën van een ander waar je zelf nooit aan had gedacht. En misschien nog wel het meest, het kunnen werken aan een doel dat groter is dan mezelf. Dat vind ik wel als freelancer. Ja, ik kan niet meer dan wat ik kan, zeg maar. Dus je kunt natuurlijk wel de samenwerking zoeken met anderen, maar die is vaak best losvast. Dus om echt de schouders onder een gezamenlijk doel te zetten, dat vind ik dan weer het hele gave van een grotere organisatie. Ja. Het lijkt vaak alsof je moet kiezen. Van of je hebt een team, een gezamenlijk doel, maar dan lever je een hele hoop vrijheid in. Of je hebt heel veel vrijheid, maar nou ja, dan ben je alleen. Weet je wel? Ja. En dat denk ik van, nou, ik wil niet kiezen, ik wil het allebei. Ja. En misschien is het goed om een beetje in te zoomen op wat er anders is als je zo gaat werken. Ik denk dat dat nog niet voor iedereen duidelijk is. Ik denk wat de meeste mensen kennen van wat ze hebben gelezen is een andere manier van overleg. Ja. Maar wat voor dingen veranderen er nog meer? Geen managers wordt wel eens genoemd. Kun je daar iets over zeggen? Van als je nou een organisatie een beetje naast elkaar zet, wat zijn dan de verschillen? Ja. Ik denk dat een van de belangrijkste verschillen is dat heel veel functies die normaal bij een manager liggen, op welk niveau dan ook, dat die nu veel meer op teamniveau worden belegd. Dus in die zin klopt het wel dat er geen managers zijn. Het is niet zo dat alle managers ontslagen worden, maar die structuur en die rol die vervalt. Het betekent niet dat al het werk dat managers deden nu opeens overbodig is of zo. Dat is natuurlijk niet zo. Dus dat werk moet nog steeds gedaan worden, maar het wordt veel meer op teamniveau gedaan. Dus vandaar ook de focus op autonome of zelfsturende teams. En
Holocratie biedt hele duidelijke spelregels aan voor hoe je dat dan organiseert. Omdat je dus niet meer de luxe hebt van een manager die bij geval van conflict of onduidelijkheid of het duurt allemaal te lang met de vuist op tafel kan slaan en zeggen, nou, we gaan het gewoon zo doen. En ik zeg luxe omdat dat, als je zo gaat werken, dan kom je er ook achter dat het best wel, het heeft wel wat om een manager te hebben om naar te kunnen kijken. Dus op het moment dat het allemaal goed gaat, dan wil iedereen lekker zijn eigen ding doen. En vooral geef me nou eens meer verantwoordelijkheid en laat mij het nou maar doen. Maar als het even wat spannender is, dan vinden de meeste mensen het eigenlijk nog maar al te fijn om uit je ooghoeken nog eens even te kunnen kijken van, ja, oké, okay, wat vind jij? Of kan ik je op zijn minst even medeverantwoordelijk proberen te maken voor het besluit dat ik heel eng nu moet gaan nemen? Dus het is in zekere zin, het heeft ook zijn voordelen, die structuur. Dus als je dat wegneemt, dan moet je best wel goed nagaan denken over hoe doen we dat dan eigenlijk met elkaar binnen dat team? En ik denk dat Holocratie daar geen, niet per se kant-en-klare antwoorden voor geeft, maar wel een aantal spelregels, bijvoorbeeld voor, ik weet niet hoe je het moet doen, maar ik weet wel hoe je het moet besluiten hoe je het moet doen. Ja. Zodat je in ieder geval niet in oneindige overleggen verzandt. Ja, kun je daar iets over zeggen? Want het is inderdaad soms best wel lekker om een manager te hebben, want die moet het dan ook oplossen en, ja, en de knoop daar hakken. Ja. Maar toch zijn er best wel spelregels om dat toch efficiënt te doen in een overleg. Ja. Kun je eens vertellen hoe dat gaat met een voorbeeld bijvoorbeeld? Ja. Ja, want als je van een afstandje naar een organisatie kijkt die met Holocratie werkt, dan het is niet dat je dat nou heel duidelijk ziet of dat die organisatie er totaal anders uitziet. Dus een van de meest zichtbare elementen zit hem in de overleggen. En elk team of elke cirkel binnen zo'n organisatie die heeft in ieder geval twee overleggen. Het ene is een werkoverleg en het andere is een roloverleg. Dat zijn eigenlijk twee gesprekken die normaal heel erg door elkaar lopen. Het een gaat over de werkinhoud, meer operationeel. Over afgelopen week en wat we volgende week allemaal moeten doen en waar ik allemaal tegenaan loop. En hey, ik heb nog even dit van je nodig, stuur je dat. Dat niveau. En voordat je het weet, kom je dan ook op het niveau van, ja, maar wacht even, dat zou jij toch doen? Of dit is nou al 3 keer gebeurd. Hoe kunnen we nou zorgen dat dit beter wordt opgepakt? Moeten we dat niet eens een keer anders inrichten, anders organiseren? En het lukt maar zelden om dan die twee niveaus allebei goed, om allebei die gesprekken goed te hebben, tegelijk. Ja. Dus Holocratie trekt ze uit elkaar. Werkoverleg gaat over het werken in de organisatie, gewoon de inhoud. En af en toe, bijvoorbeeld 1 keer per maand, nemen we een soort helikopterview op het team en kijken we van, hoe werken we samen? Hoe zijn we georganiseerd? Klopt dat nog? Vinden we dat nog steeds logisch? Ziet iemand iets wat niet lekker loopt of wat beter kan? En zo ja, heb je dan ook een voorstel voor hoe we dat anders zouden kunnen doen? Dus dat is wel belangrijk dat je zelf ook je mag niet alleen zeggen, nou, volgens mij is dit heel onhandig, maar je moet meteen je voorstel indienen hoe je denkt dat het beter kan. Ja, dat is echt superbelangrijk. En volgens mij is dat een van de hele kleine, maar toch wel briljante dingetjes die zitten ingebouwd in deze manier van werken. Die maken dat het werkt. Namelijk dat je steeds op allerlei manieren wordt uitgenodigd en soms bijna gedwongen misschien om verantwoordelijkheid te nemen en om eigenaarschap te nemen over wat je als team met elkaar doet. Dus dat betekent inderdaad dat je niet alleen maar bij de koffieautomaat kunt klagen over wat er allemaal niet loopt. Maar dat steeds normaler wordt dat daar ook een vraag op volgt. Dus je kunt nog steeds wel klagen, je mag een mens zijn. Maar er volgt wel een vraag op, namelijk, goh, ga je dat dan morgen dan ook in het overleg inbrengen of niet? Want dat wordt steeds duidelijker dat als je heel erg vastzit in een soort slachtofferrol en het wordt me allemaal aangedaan en ik vind het zo verschrikkelijk. Ja, wacht even, dat klopt niet meer. Het wordt je niet aangedaan, je hebt zelf een stem. Je kunt iets op de agenda zetten, je kunt een voorstel doen. Dus als je dan blijft klagen, dan gaan op een gegeven moment je collega's je ook een beetje raar aankijken. En dat vind ik wel een heel mooie dynamiek. Dus dat het niet is van, klagen is verkeerd en neem nou eens verantwoordelijkheid en een soort van een beetje strenge houding aannemen. Maar dat je eigenlijk dat door die spelregels, dat op een gegeven moment bij je collega's vandaan komt. En ja, dat het normaal wordt om voorstellen te doen. Dat de groep daar dan ook op reageert. Een beetje de groepsdruk van, wij hebben deze manier afgesproken. Ja, een soort positieve groepsdruk, denk ik. Ja. En het kan ook wel best spannend zijn. En je komt ook wel eens tegen dat, ik denk niet dat dit voor iedereen werkt. Of dat het voor iedereen even prettig is. En als je bijvoorbeeld 30 jaar in zo'n managementhiërarchie hebt gewerkt en daar misschien ook wel heel goed in bent geworden. Ook goed bent geworden om bijvoorbeeld politiek te bedrijven. Dat is opeens niet meer nodig.
Niet omdat het verkeerd is of zo, maar gewoon omdat je nu een veel eenvoudigere manier hebt om je spanningen, dat waarvan jij denkt van dit gaat niet goed, dat kan beter, om er wat mee te doen, om het op te lossen. Daar hoef je geen politiek voor te bedrijven. Je kunt het gewoon op de agenda zetten, je kunt een voorstel doen. Ja. Maar als je dat 30 jaar gedaan hebt, ja, dan ben je er niet zomaar vanaf. Nee. En we zien ook wel af en toe mensen zeggen van, weet je, ja, hartstikke mooi. En ik zie best wel dat dit voor het bedrijf goed is, maar ik vind niks. Ik ga wat anders doen. En hoe ga je dan mee om? Het mooie is dat we daar dus niet mee om hoeven te gaan, omdat ze dat zelf doen. En dat vind ik het bijzondere van dat je eigenlijk een spiegel wordt voorgehouden door deze manier van werken. Waarbij op een gegeven moment duidelijk wordt, niet eens zozeer van dat je het niet goed doet of zo, maar dat het gewoon misschien ook niet de juiste plek voor jou is, of dat het geen match is. En dat er dan gelukkig nog steeds wel heel veel andere organisaties zijn die wel zo werken, waar je prima aan de bak kunt en waar je ook je talenten nog mooi in kunt zetten. Dus dat vind ik ook wel belangrijk, van er valt wat te kiezen. Dit is niet de manier of zo. En ik denk ook echt niet dat elke organisatie zelfsturend zou moeten zijn of Holacracy zou moeten gebruiken. Maar voor steeds meer organisaties is het wel een antwoord op de vraag, goh, kan het dan echt niet anders, kan het niet beter? Ja, ja. En het lijkt nu net alsof je heel veel dingen moet implementeren, hè? Cirkels. En sommige mensen worden er ook een beetje denken, ja, moet het allemaal wel? Maar wat ik ook wel mooi vind, dat zei je daar straks ook even in een voorgesprekje van, eigenlijk gaat het veel meer om het afleren van dingen dan het aanleren van heel veel nieuwe dingen. Kun je dat eens toelichten? Ja, ja, en ik vind dat een van de lastige dingen van Holacratie als methode is dat inderdaad best wel wat termen kent en dat ook afschrikt, denk ik. Mij eerlijk gezegd ook. Toen ik het voor het eerst dat artikel las, had ik ook niet meteen zoiets van, dit is het en ik laat alles vallen en dit ga ik doen. Daar heb ik best nog wat tijd voor nodig gehad. Dus is dat nou nodig om alles een andere naam te geven? Waarom moet een team opeens een cirkel zijn? En ik denk dat toch wel degelijk belangrijk is. Omdat je daarmee op een nieuwe manier kunt gaan kijken naar iets waar je al allerlei aannames over hebt en waar je al allerlei ideeën bij hebt. Die misschien wel zo ver teruggaan als je schooltijd of misschien zelfs wel je opvoeding en de manier waarop je nadenkt over beslissingen nemen of autoriteit. Dus dat gaat best wel ver. En dan kan het soms helpen om met een frisse nieuwe blik te kijken naar de manier waarop je werkt. Ja. Ik denk dat nieuwe taal daar een rol bij kan spelen. Maar ik ben zelf ook steeds met taal aan het spelen van wat zijn nou echt. En bijvoorbeeld het idee van een rol in Holacratie, dat vind ik een mooi voorbeeld. Want dat is volgens mij echt behulpzaam om daar een nieuw woord voor te introduceren. Ik bedoel, het is ook niet helemaal een nieuw woord. En dat is ook geen woord van Holacratie. Maar het denken in rollen in plaats van functies. En dat je meerdere rollen kunt bekleden, misschien zelfs wel in meerdere teams. Dat is ergens wel, weet je, daar kun je met je boerenverstand ook nog wel bij. En dat geeft ook een stuk flexibiliteit. In plaats van één functie. Die op een bepaalde manier op papier staat, maar die zich in de praktijk toch anders ontwikkelt. Is het nu mogelijk om 6 rollen te hebben, een soort portfolio van rollen, die eigenlijk veel beter beschrijft wat ik in de praktijk doe. En dat daar op een gegeven moment eens een keer een rol van afvalt en weer een andere rol bij komt. Dus volgens mij is dat taal die helpt. Maar ik probeer ook wel mezelf daar steeds opnieuw op te bevragen van, is het echt nodig om hier die termen voor te gebruiken, of kunnen we hier ook van normaal Nederlands over praten? Ja. Ja, want misschien komt daar ook wel een beetje dat mensen soms sceptisch zijn. Omdat je dan, het klinkt ook soms een beetje zweverig. Als je alles in één keer over je heen krijgt, denk je, wow. Ja. Of het is een soort van secte. Ze hebben zoveel regels. Ja. Waar is mijn vrijheid? Hier heb je weer zo'n Amerikaan die iets verzonnen heeft. En die heeft daar een trademark op gegooid om lekker binnen te lopen. En ja, dat imago kan het hebben inderdaad. En daar worstel ik zelf ook wel mee. Ik denk dat een deel daarvan heeft te maken met cultuurverschil. Want het is inderdaad een methode die door een Amerikaan is ontwikkeld. Hij zegt niet dat het nieuw is en dat hij het allemaal in een soort van visioen heeft ontvangen of zo. Hij is daar heel eerlijk over en zegt, ik heb allerlei dingen geprobeerd die al bestonden. Ik heb het een beetje door elkaar gehusteld en daar is iets uitgekomen. Dat heb ik Holacratie genoemd. Een van de dingen die hij door elkaar heeft gehusteld is sociocratie, wat grappig genoeg uit Nederland komt. Dus dat moest dan blijkbaar weer via Amerika gaan om dan weer terug te komen en dan weer opnieuw verpakt te worden. Ja, dat vind ik ook allemaal, dat leidt af volgens mij van de inhoud. En de inhoud is dat dit gewoon een methode is die volgens mij goed werkt. Ja. En die je kunt gebruiken. En als die niet meer goed werkt, dan moet je hem ook zo snel mogelijk achter je laten en moet je wat anders doen. Maar op het hele, in de hele beweging van zelfsturing, zelforganisatie, meer
purpose-driven organisaties, allerlei van die termen die rondvliegen, vind ik holocratie wel uniek in dat het zo concreet is en dat het handvaten biedt en dat het spelregels heeft. En dat maakt dat, ja, dat je er wel heel serieus mee aan de slag kan. En dat je dus, ik vergelijk het wel eens met voetbal. Je kunt zelfsturing doen als een potje straatvoetbal, gewoon de bal rolt en gaan. Maar als dan op een gegeven moment iemand scoort en iemand schiet hem op de rugzak, is dat dan wel of niet een goal? Weet je, dan is het uiteindelijk, zijn geen spelregels en degene die het hardste schreeuwt, die wint. En zo gaat het met zelfsturing in organisaties dan ook. Dan heb je allemaal zelfsturende teams, maar er is ook nog een soort van een directie. En als die er dan wat van vindt, ja, krijgen ze uiteindelijk toch wel hun zin. Ja. En daar gaat de holocratie dan een stapje verder en zegt, nee, wacht even, er zijn spelregels. Daar moet iedereen zich aan houden. Niemand staat boven de wet. Dus daar moet je ook je aan committeren en handtekeningen onder zetten, ook als directie of eigenaar of aandeelhouder. En op het moment dat we dan een ingewikkelde situatie tegenkomen, kunnen we het spel stilleggen en dan kijken we naar de scheidsrechter. En dat is toevallig dan een van de rollen in holocratie. Maar die verzint dat ook niet ter plekke, van dit mag en dat mag niet. Nee, dat zijn gewoon spelregels. En dat creëert extreem veel helderheid. De grap is dat op het moment dat je die spelregels eenmaal hebt, dan kun je ze vergeten. Dan kun je gewoon het spel gaan spelen. Het is echt niet alsof iedereen die uit zijn hoofd hoeft te kennen of zo. Dus dat is nog zo'n misverstand over holocratie, is dat die spelregels, dat iets is dat dus iedereen inderdaad wel uit zijn hoofd zou moeten kennen en dat het daarover gaat. Ja, dat is in mijn ogen helemaal niet zo. Je moet gewoon lekker gaan voetballen. Maar wel fijn om dan te weten dat als je een keer conflict hebt met de voormalige eigenaar, krijgt hij dan zijn zin of moet hij zich ook aan de regels houden? Ja, er zit natuurlijk een hele wereld achter. En jullie hebben inmiddels ook al iets van 40 organisaties begeleid hierin, hè, om dit toe te passen. Kun je zeggen, wat zijn nou lessen die je daaruit hebt getrokken? En misschien wel succesfactoren of dingen die juist obstakels, waardoor het niet lukt? Ja, ik denk een stuk of 40, misschien 50 organisaties inderdaad. En dat maakt ons enerzijds een van de meest ervaren partijen in de wereld, waar ik op zich best trots op ben. Maar tegelijkertijd geeft dat vooral ook aan hoezeer we nog in een soort beginfase zitten. Dus we hebben wel, denk ik, al wat geleerde lessen. Maar we zijn ook echt nog volop aan het leren. En ik heb absoluut niet het idee dat dit een trucje is dat ik beheers of zo. Dus daar ben ik ook wel blij om. Want dat maakt dat ik, denk ik, nog wel een paar jaar hiermee door wil. Een hele grote is dat je volgens mij deze manier van werken beter volledig binnen een deel van de organisatie kunt doen dan in de hele organisatie een deel van de methode. Leg eens uit. Dus beter de hele methode in een deel dan een deel van de methode in de hele organisatie. Want uiteindelijk, je kunt hier allerlei dingen uitpikken die wel degelijk nuttig zijn. Bijvoorbeeld het denken in rollen of dat je de agenda in een overleg ter plekke opbouwt. Dat iedereen iets op de agenda mag zetten. Dat je als je ergens tegenaan loopt, dat je dan ook met een voorstel komt. Dat zijn allerlei dingen die gewoon nuttig zijn, die helpen. Maar als je naar de kern kijkt van de methode, dan gaat dat uiteindelijk om, dan werkt macht en autoriteit anders in een organisatie die werkelijk holocratisch werkt en die zich committeert aan de spelregels. Dan is dat niet meer iets dat uiteindelijk toch wel bij dezelfde mensen ligt en die het delegeren. Maar als het tegen ingewikkeld wordt of het bevalt niet, ook weer terug kunnen pakken of weer in kunnen stappen. Nee, dan wordt dat echt gedistribueerd. Oftewel, degene die gisteren nog mijn baas was, moet mij nu om toestemming komen vragen om iets te doen. Want dat is mijn rol en daar ga ik nu over. En dat geeft echt een totaal andere dynamiek. En volgens mij kun je dat niet half doen. Dus dat is of uiteindelijk nog gecentraliseerd bij management, bij eigenaren. Of het is gedistribueerd en dan heb ik ook echt de autoriteit. Ja. En de dynamiek die dat op gang brengt in een team of in een organisatie, dat krijg je niet door een paar dingetjes te doen, door het overleg net wat anders in te richten. Want dan gaat de voormalig manager gaat zich buiten de overleggen nog net zo hard laten gelden. Zo makkelijk om daar omheen te werken en zo moeilijk om dat af te leren. Dus volgens mij is het daarom zo belangrijk om het dan helemaal te doen binnen een deel van de organisatie dat liefst een beetje autonoom opereert, waar je een beetje een strikje omheen kan doen en zeggen van oké, dit deel van de organisatie dat werkt vanaf nu zelfsturend. En dan liefst natuurlijk nog met, hoe ironisch ook, een soort toestemming van degene die daar dan over gaat. Dus dat je op zijn minst een soort afdelingsdirecteur moet hebben of zo, die zegt van nou, ik durf het wel aan. We creëren een soort bubbel en binnen die bubbel gaan we op een andere manier werken.
Is het ook belangrijk om je... Want jij zegt, het is beter om het helemaal over te nemen, om daarmee te starten. Maar is het ook belangrijk om te kijken van hoe werkt het nou in deze organisatie? Dat je toch dingen aanpast of zeg je, nee, het zou eigenlijk in het format is goed genoeg, zeg maar, om overal te kunnen werken. Ja, dat is een goeie, want volgens mij is daar best veel verwarring over. Ik zie holocratie eigenlijk meer als een set aan spelregels of misschien zelfs een soort besturingssysteem dan echt een organisatiemodel dat je vertelt hoe je je organisatie moet inrichten. Het goede nieuws is dat dat heel veel ruimte laat om het volledig in te richten naar de specifieke omstandigheden, behoeftes van de organisatie. Het slechte nieuws is dat je dat dus ook moet doen en dat je dus ook gewoon echt nog aan de bak moet. Dus het is niet een soort, het is niet een model dat je van de plank trekt en dat implementeer je en dan ben je zelfsturend. Nee, het geeft je een soort kader, spelregels waarbinnen je moet gaan nadenken over wat is eigenlijk ons werk en hoe organiseren we dat en waar hoort dit werk, bij welke rol hebben we die duidelijk beschreven, wat is het doel van de rol, wat mag ik dan echt verwachten van jouw rol en wat hoort nog bij mijn rol. Dus het is in die zin een soort metamodel bijna. En daarom is het denk ik ook zo breed toepasbaar. Er zijn allerlei types organisaties die het gebruiken. En soms zit er wel eens eentje tussen die zegt, ja, het is wel heel meta, maar zelfs zo meta als het is, zijn er nog dingen die wij anders willen doen. En dit halen we eruit, of dit vervangen we, of dit voegen we toe. En ook daarvoor biedt holocratie nog heel veel ruimte. Want die spelregels ontwikkelen zich. Dus er zijn dingen die pas de laatste jaren zijn toegevoegd. Gewoon dat... Omdat er een soort bug is ontdekt in de spelregels. Zo kun je het zien. En ik vergelijk het nu een beetje met software, maar dat is een goede manier om er naar te kijken. Want die spelregels staan ook letterlijk. Die constitution, dan heb je het eigenlijk over een grondwet. Die staat op GitHub. Dat is een soort open platform op internet waar software op onderhouden wordt. En waarbij andere mensen kunnen zeggen van, hey, dit zou je ook zo kunnen oplossen. En dat gebeurt dus ook met deze manier van werken. Ja. Dus in die zin, die spelregels zijn open source en ontwikkelen zich voortdurend. Maar de meeste organisaties kunnen prima toe met soort van de standaard spelregels set. Ja, een beetje de basis spelregels. En wat ik nog wel eens hoor, is discussies in organisaties die bijvoorbeeld wat politiek zijn, is dat ze de organisatie zo proberen in te richten. Maar vervolgens krijgen ze nou bijvoorbeeld het bestuur toch op hun dak. En die geven die zelfsturing de schuld als er iets fout gaat. Ja. Of die kunnen daar toch lastig mee omgaan. Want dan gaan zij er ook niet meer over. Terwijl ze dat vinden van wel. En misschien is dat bijvoorbeeld politiek gezien ook wel zo. Maar dat zorgt ook wel eens voor spanningen. Herken je dat? Ja, en dat vind ik ook zo ingewikkeld. Daarom denk ik dat we veel in het MKB hebben gedaan. Omdat je dan in ieder geval direct aan tafel zit met de eigenaar, de ondernemer. En als die dan op een gegeven moment zegt of zeggen van, nou, dit experiment durven we wel aan, laten we het gewoon doen. Dan kun je aan de slag. Terwijl in grote organisaties is het vaak natuurlijk niet zo simpel. Dus dan moet je of op dat niveau zitten, of misschien zelfs op dat niveau. Dan zijn er aandeelhouders die daar wat van vinden. Dus het is best wel een ingewikkelde vraag. We hebben een aantal experimenten gedaan nu, waarbij we dan ergens gewoon midden in de organisatie zijn gestart. In een grote organisatie. Zonder zeg maar echt de support van de top te vragen. Gewoon ook wel vanuit praktische overwegingen. Want als we daarop gaan wachten, dan kunnen we heel lang wachten. Ik kan zo één voorbeeld bedenken waar dat niet is gelukt en waar we ook zijn gestopt. En een ander voorbeeld waar dat vooralsnog, bol.com, je hebt Harm volgens mij op de podcast gehad, ja, waar dat vooralsnog heel goed gaat. En waar ze langzamerhand ook steeds meer steun krijgen vanuit de directie. Dus misschien kan het ook wel werken, maar het is ingewikkeld inderdaad. En als je dan met elkaar zegt van, we gaan als afdeling, bij bol.com was dat bijvoorbeeld binnen de afdeling logistiek, waar Harms team in korte tijd groeide naar iets van 30, 40 mensen of zo. Dat die zei, nou, ik wil een soort bubbel creëren binnen mijn afdeling en ik ga het anders organiseren. Als zijn manager toen had gezegd van, Harm, doe even normaal, zo gaat het hier niet, dan is het ook meteen afgelopen. Ja. Dat deed hij niet, want Harm heeft zijn manager hier helemaal meegenomen, heeft hij heel goed gedaan. Ja. Maar dat blijft wel het risico. Ja. En wat gebeurt er dan als je 2-3 jaar zelfsturend, zelforganiserend werkt, mensen autonomie nemen, steeds meer eigenaarschap voelen en iemand kilt dat? Dat is best wel heftig, denk ik. Zou jij nog terug kunnen in een andere manier van werken? Als jij hebt nu je eigen bedrijf ook zo ingericht. Als ze nou voorstellen om het anders te doen, om een hiërarchie te bouwen? Ik zou het een super interessant experiment vinden. Ja. Dat ik op enig moment in mijn leven zeker nog wil aangaan.
Want ik wil wel eens weten hoe het is om aan de andere kant van de tafel te zitten. En om wel in zo'n soort van normale organisatie te werken. En te kijken wat dat met je doet. En ik denk inderdaad dat het ook best wel lastig is. Want ik werk inmiddels 11 jaar, 12 jaar voor mezelf. Dan niet meer alleen inmiddels gelukkig. Maar wel met al die vrijheid en autonomie. Ja, ik denk dat ik een lastige werknemer zou zijn misschien. Maar ik zou het wel super interessant vinden. Dus nee, ik geloof niet dat ik dat echt wil. Maar ik denk wel dat het heel leerzaam zou zijn. En dat ik misschien nog wel weer beter zou begrijpen waarom ik dit zo graag wil. Ja. En ook eerlijk gezegd hoe moeilijk het is. En misschien dus ook wat hoognodige empathie zou opdoen voor wat we mensen aandoen. Ja. Ja. En wat is voor jullie de volgende stap? Want jullie zijn hier al best wel een tijd mee bezig. In Nederland, maar ook daarbuiten. Zijn jullie ook met het volgende bezig of met een doorontwikkeling? Ja. We hebben, mijn collega's en ik, hebben ervoor gekozen om ons... het is nu 2,5 jaar geleden dat we Energized hebben opgericht. En in die periode hebben we ons heel erg toegelegd op holacratie. Dat we gewoon dachten van ja, dit is hele concrete methode om hier aan te werken. We geloven erin. We denken dat het veel potentie heeft. Dus laten we daar ons gewoon in specialiseren. Ik zie nu wel steeds meer... We krijgen steeds meer vragen van organisaties die dit al een tijdje doen. En die zeggen, oké, mooi. Maar hoe doe je beoordelen en belonen? Of hebben jullie al eens nagedacht over de juridische structuur? Holacratie zegt van alles over hoe je de organisatie inricht, hoe je werk organiseert, maar niet zoveel over mensen onderling. Ja. Moet dat ook anders? Hoe gaan mensen eigenlijk nog met elkaar om als ze niet meer in een soort manager-medewerkerrelatie zitten, maar veel meer in een soort volwassen peer-to-peer relatie. Hoe werkt dat dan eigenlijk? En dat zijn allemaal vragen waar holacratie geen antwoord op heeft en ook niet pretendeert te hebben. Maar waar ik wel degelijk heel graag antwoorden op zou willen hebben en die organisaties ook. Dus we zijn heel veel op onszelf aan het experimenteren. Dus we doen onszelf van alles aan waarvan we denken van nou, dit zou misschien wel interessant kunnen zijn. Wat ook echt niet altijd werkt en wat soms ook tot een hoop gedoe leidt. Heb je een voorbeeld? Dat is misschien leuk. Ik moet bijvoorbeeld denken aan dat we bezig zijn met ons eigen beloningssysteempje. Want we zijn met z'n zevenen, dus ik wil het niet groter maken dan het is. Maar ons eigen beloningssysteempje te herzien. Omdat we niet het gevoel hebben dat dat nog heel goed past. Het is sowieso transparant. Dus iedereen weet van elkaar wat de anderen verdienen. Dat hoort niet bij holacratie, maar dat hebben wij voor gekozen. Ik had de rol omdat de beloningssysteemrol, oftewel niet zozeer bepalen wie wat verdient, maar wel wat de systematiek is. Ik had op een gegeven moment het idee ontwikkeld en heb dat gepitcht aan mijn collega's. Omdat het me toch wel handig leek om wat input te verzamelen over zoiets dat zoveel impact heeft. En dat leidde echt tot... iedereen schoot eigenlijk in de kramp. Dus het bracht ons op een plek waarbij eigenlijk niemand nog in zijn volwassen zelf zat, maar iedereen schoot in een soort van... ik word niet gezien of ik sta onderaan de lijst. Het deed op menselijk niveau deed het van alles met ons waar we niet blij van werden. Dus dat was zo'n voorbeeld waarbij we echt even de pauzeknop hebben ingedrukt en gezegd, oké, hier gebeurt iets wat interessant is, maar niet heel prettig. Dus wat kunnen we daarvan leren? En misschien moet het anders doen. Dus daar ben ik eerlijk gezegd nog mee bezig. Als je ideeën hebt, die zijn heel welkom. Want wat zijn andere vernieuwende manieren om te belonen, waarbij je niet zozeer kijkt naar functies of een functiehuis, want we hebben geen functies, we hebben rollen. Ik vervul wel, 12, 15 rollen. En dat verandert ook van tijd tot tijd. Dus je moet daar anders naar kijken. Ja. Ik heb ook geen manager met wie ik een beoordelingsgesprek kan hebben. En ik ben ook niet die manager, dus dat doen we dan veel meer peer-to-peer. Maar dat is wel zoeken. Dus daar zijn we nog niet uit. Spannende ontwikkelingen. Ja. Ja. Dat maakt het ook natuurlijk wel weer heel leuk. Dat je weer nieuwe vraagstukken krijgt als je zo organiseert. Ja, superleuk. En ik geef nu een voorbeeld uit onze eigen organisatie. Maar eigenlijk veel gaver zijn de voorbeelden uit andere organisaties. Soms werken ze met holacratie, soms niet. Ik vind bijvoorbeeld zo'n organisatie die in Frederic Laloux's boek Reinventing Organizations ook wordt beschreven. Onze nationale trots buurtzorg. Yeah. Vind ik ook super interessant. En zo zijn er nog veel meer. Dus dit gaat ook helemaal niet over holacratie. Dit gaat gewoon over een nieuwe fase
van organiseren, nieuwe modellen, waarin eigenlijk iedereen wel een beetje op zoek is. En dus ook in hele traditionele organisaties zitten ze op de HR-afdeling achter hun oren te krabben van dat beoordelen en belonen, werkt dat nou nog? Nou, niet helemaal. Weet je, zullen we dat eens wat anders doen? Dus dat is ook, dat heeft niks met holocratie of met zelforganisatie aan zich te maken. Maar het zijn denk ik wel, als je zo'n stap dan zet, dan komen die vragen nog meer naar voren en kun je er helemaal niet meer omheen. Ja. En dat vind ik wel gaaf. En ook, ik zie soms hele moedige experimenten in ons netwerk en in onze community gedaan worden, waar dan andere organisaties ook heel geïnteresseerd meekijken. En denken van, nou, ik ben blij dat jullie het doen en dat wij dit niet hoeven te doen, maar ik wil het wel weten als het werkt. Ja, dus het gaat ook verder hierna. Iedereen zoekt weer naar, ook inderdaad, wat moet je met beoordelen en belonen als je wilt misschien toch wel feedback op je functioneren. Ja, precies. Ja, want je wilt je wel blijven ontwikkelen. Ja. En je wilt ook, dat autonomie moet niet betekenen dat iedereen maar een beetje op zijn eilandje zijn eigen ding gaat doen. Ja. Dus je moet elkaar ook wel blijven aanspreken, feedback geven. Dus dan moet je inderdaad, ja, als je de metafoor van het besturingssysteem even weer gebruikt, dan moet je een soort van apps voor ontwikkelen. En iedereen zal zijn eigen apps installeren bovenop dat besturingssysteem. Volgens mij is dat ook goed en mooi. Maar ik vind het wel heel gaaf om te zien dat dat nu wat op gang begint te komen. En Brian Robertson, de ontwikkelaar van Holacracy, heeft ook gezegd dat Europa en specifiek Nederland, wat hem betreft nu de plek is waar het snelst wordt opgepikt en waar het hardst gaat. En hij heeft daar best wel een internationaal perspectief op. Dus dat vind ik ook interessant om dan terug te horen. Dus dat blijkbaar hier hele vruchtbare bodem is voor dit soort experimenten. Heb je een idee hoe dat komt? Nou, ik denk dat er mensen zijn die daar veel meer verstand van hebben. Maar ik denk dat er wel iets in onze cultuur zit. En als je bijvoorbeeld ook denkt aan het Rijnlandse model. Wat toch wel anders is dan het Anglo-Saxische model van een organisatie inrichten. Dan sluit dat hier beter bij aan. Dan is de stap voor zo'n type organisatie kleiner relatief dan voor een hele traditionele Anglo-Saxische organisatie. Maar het zou wel interessant zijn. Als je iemand kent die daar verstand van heeft, dan zou ik daar best een podcast over willen luisteren. Ja, het is heel interessant. En waar haal jij zelf je inspiratie vandaan? Ja, ik heb een periode gehad dat ik echt heel veel las. Vooral non-fictie dan. Blogs, boeken. En daar ben ik een beetje op afgebrand of zo. Dus nu lees ik niet zoveel meer, behalve dan fantasy en gewoon dingen waarmee ik even helemaal af kan schakelen. Ik denk dat het nu meer is de organisaties waar ik over de vloer kom en de vragen waar ze mee worstelen, maar ook wel, zoals ik net zei, de moedige, beetje gekke experimenten die ze soms doen, waarvan ik denk van, oh, daar had ik nou nog nooit aan gedacht, dat je dat zo zou kunnen doen. Ik weet ook niet of dat een goed idee is, maar ik vind het wel heel gaaf dat jullie het doen. Ja. En dan een paar maanden later weer over de vloer komen. Dus daar haal ik denk ik nog wel de meeste inspiratie vandaan. En de laatste tijd ook wel bijna meer de psychologische kant hiervan. Dus ik ben een van de vragen die mezelf heel erg bezighoudt, is wat is eigenlijk volwassenheid? Psychologische volwassenheid. Wat betekent het om eigenaarschap te nemen, om verantwoordelijkheid te nemen, om niet in een soort ouder-kind patroon te schieten, wat ik wel veel zie, ook in organisaties. Een soort almachtige manager en een machteloze medewerker. Dat is een soort ouder-kind patroon. Dus wat betekent het eigenlijk om als volwassenen met elkaar te werken aan een gezamenlijk doel? En wat voor gedrag hoort daarbij? Wat moet je dan eigenlijk kunnen? Wat moet je dan vooral niet meer doen? En dat is wel waar ik hoop de komende jaren nog meer te leren van al het onderzoek en alles wat er al wordt gedaan op dat gebied. Om bijvoorbeeld uiteindelijk weer heel praktisch uit te komen bij hoe kan ik iemand die gewend is geen besluiten te nemen, of in ieder geval niet autonoom, hoogstens in een soort groep of met een beetje support van een manager, hoe kan ik iemand helpen om op het punt te komen waarbij hij zich veilig genoeg voelt om een klein autonoom besluit te nemen? Eerste keer en dan de tweede keer iets groter en dan, ja, eerlijk gezegd, ik heb nu geen idee. Ik weet wel dat je iemand niet kunt dwingen. Dus dat zou ik nog wel beter willen snappen. Ja, dus je gaat ook door met de vragen eigenlijk die je tegenkomt in je eigen werk, om weer door op onderzoek naar hoe, ja, heel praktisch, hoe kan ik dat doorbreken en hoe kan ik iemand dan toch die eerste stap laten zetten. Ja. En kan dat? Misschien moet je daar ook wel heel kritisch over zijn. Misschien kan dat wel bijna niet en kun je hoogstens voorwaarden scheppen waarbinnen dat net iets makkelijker gaat dan in die traditionele organisatie. En dan kom je weer terug bij waar we begonnen. Dat het dus niet ondanks de structuur gaat, maar dat de structuur op zijn minst niet meer in de weg zit. Ja. Voor ondernemerschap, eigenaarschap, initiatief. En misschien zelfs wel een beetje helpt.
Ja. Bijvoorbeeld doordat je die vraag krijgt van, goh, wat heb je nodig? Of wat is je voorstel? Ja. Ik las dat jij klanten selecteert met de hell yeah factor. Dat je daar vrij kritisch in bent. Kun je dat eens vertellen? Ja, klopt. Ik vervul binnen Energize de rol client discoverer. We hebben ook buitenlandse collega's, dus we doen het allemaal in het Engels. Maar we hebben op een gegeven moment heel bewust gekozen om die rol zo te noemen. Normaal zou dat sales zijn. En dus als je Energize belt, dan krijg je misschien mij aan de lijn en dan kom ik een kop koffie drinken. Maar die rol van waaruit ik dat doe, die hebben we heel bewust client discoverer genoemd. Het ontdekken van klanten, omdat we erachter zijn gekomen dat je dit misschien niet kunt verkopen, maar vooral niet moet willen verkopen. Omdat je dan, als je dit ergens gaat doen waar het eigenlijk niet helemaal past, of waarbij iemand het bijvoorbeeld doet omdat hij denkt van, nou, het werkgeluk moet omhoog, want dan gaat mijn medewerkers zitten aan de telefoon met onze klanten. En als mijn medewerkers blijer zijn, dan worden onze klanten blijer en dan verdienen we meer geld. Op zich prima redenering, maar als dat het specifieke doel is en dan ga je dit doen, dan ben ik er in de praktijk door schade en schande achtergekomen dat dat moeizaam is. En dat je zo'n probleem misschien ook makkelijker kunt oplossen dan door de hele organisatie om te gooien en op een totaal andere manier te gaan werken. Dus waar we achter zijn gekomen is dat we eigenlijk juist heel kritisch moeten zijn en dat je helemaal niet altijd ja moet zeggen. En zodra iemand zegt van, ik heb het budget en laten we maar gaan. Wat we in het begin eerlijk gezegd soms wel deden, omdat je al lang blij bent dat iemand zo gek is om dit te willen proberen. Dat gewoon niet verstandig is en dat het niet altijd werkt. En dat je dan na 2-3 maanden gesprekken hebt die je eigenlijk dan achteraf gezien beter vooraf had kunnen hebben. Dus er moet samenvattend inderdaad een gevoel zijn van hell yeah, niet eens per se op resultaten of cijfers, maar eigenlijk gewoon die klik. Dat je merkt van, ja, dit klopt, dit past bij misschien jou als ondernemer en bij jullie als organisatie. En natuurlijk, dat is ook maar een aanname en een hypothese, die moeten we gaan testen. Dus we moeten maar gewoon eens 5-6 maanden aan de slag en dan kijken waar we staan. Maar we zeggen ook wel eens nee. Ja, dat we denken, volgens mij moet je het niet doen. Of volgens mij moet je eerst eens wat voorwerk gaan doen of wat tussenstappen gaan zetten. In plaats van meteen, Holacracy zit best wel aan de radicale kant van het spectrum. Dus moet je dan meteen helemaal naar die kant gaan. Een organisatie als Voice in Groningen, die werkte al zonder managers. En die groeide heel snel en dat werkte op een gegeven moment niet meer. En toen was Holacracy een soort natuurlijke volgende stap. Maar als je komt uit een organisatie die super directief en super hiërarchisch is, en Holacracy is een soort van nieuwste buzzword, en je denkt van, nou, laten we dat maar eens doen. Nou, weet ik eerlijk gezegd niet of dat nou zo'n goed idee is. Ja. Ja, dus dan kun je wat consultants vaak doen, dan kun je 2 keer zoveel vragen en dan kijken of ze ja zeggen. En dan zo ja, nou ja, dan heb je in ieder geval een mooie omzet. Maar volgens mij is dat niet, dus niet wat wij willen. Dat dient ook onze purpose niet. Dus dan niet. Wat is jullie purpose? Onze purpose is ook, ontwikkelt zich ook, net als alles in Holacracy. Toen we begonnen was het work liberated. Ik zei al, we doen het allemaal in het Engels. Dus dat ving wel een beetje de spirit van wat we proberen te doen. Namelijk iets bevrijden, iets rond werk. En dat raakt ook wel mijn persoonlijke motivatie. Dat ik niet mezelf wil thuis laten. En 8-9 uur op een dag een soort van masker op hebben waarin ik niet helemaal mezelf ben. Maar, en dan in mijn vrije tijd echt mezelf zijn. Weet je, dat voelt echt als een hele vreemde split die ik niet wil maken. Dus ik wil graag mezelf helemaal mee kunnen nemen. Dat versta ik onder work liberated. Maar dat vonden we ook wel weer vaag. Vind ik eerlijk gezegd nu ook nog wel vaag als ik het zo zeg. Dus we hebben een iets minder vage purpose inmiddels. En dat is in het Engels unlocking power for purpose. En dat is nog steeds wel vaag, maar nou ja, dat mag ook wel een beetje met een purpose. Maar we maken het iets specifieker dat het niet alleen maar over werk gaat, maar specifiek over power. Oftewel macht en autoriteit. En hoe dat werkt in een organisatie. En dat dat nu vaak gebruikt wordt voor ego, politiek, agenda's, geld verdienen. Maar dat dat ook een kracht is die ingezet kan worden voor purpose. En ik dat, daar geloof ik heel erg in. En ik denk dat Holacracy 1 tool is, 1 manier om dat te doen. Ja. En als jij nou 1 spreuk op een tegeltje mag zetten ter inspiratie voor anderen, of een les die je hebt geleerd, wat zou dat dan zijn? 1 spreuk. Het moet natuurlijk heel wijs zijn dan, hè? Ja, absoluut. Ja.
Nou, ik moet wel meteen denken, een gevleugelde uitspraak die wij veel gebruiken in ons werk is, je bent een Ferrari. En daarmee proberen ze een beetje vreemd misschien, maar daarmee proberen mensen eraan te herinneren dat ze met Holacracy nu de tools hebben gekregen, dat ze een Ferrari onder hun kont hebben. En dat ze af en toe ook wel het gaspedaal iets harder mogen indrukken en kunnen indrukken. En dat als je dan aan je collega's zit te kijken om toestemming te vragen of iedereen weer mee cc't of weer een vergadering belegt, zeggen we, hallo, wees een Ferrari. Je hebt een Ferrari onder je kont, gas erop. Ja. En die mensen die dan kiezen om met 40 over de snelweg te sukkelen, dat is oké. Okay, je hoeft niet 300 km per uur te gaan. Je gaat zo hard als je jezelf comfortabel vindt, maar weet dat het kan. Dus dat is iets wat we best wel veel roepen. Wees een Ferrari. Ja. Ja. En waar heb jij zelf hulp bij nodig? Wat is nu een vraagstuk op dit moment waarvan je denkt, als iemand luistert en die heeft dat opgelost of een experiment mee gedaan, die mag contact nemen? Ja, ik heb het idee dat we best wel een aantal dingen hebben geraakt. Beoordelen en belonen en dan vooral de beloningskant daarvan. Ik kom best veel tegen en ik heb nog niet het idee dat ik... Nou, dat ik echt al goed genoeg begrijp hoe dat werkt in een organisatie zonder managers. Daar ben ik super in geïnteresseerd. We noemden ook dat meer psychologische stuk van wat is het eigenlijk om volwassen te zijn. Ik weet zeker dat er mensen zijn die daarover nagedacht hebben, die daar verstand van hebben. Misschien wel uit een hele andere context. Dat zou ik super interessant vinden. En ook eentje die voor ons nu heel actueel is. We zijn onze eigen juridische en financiële structuur aan het omgooien. Omdat we gegroeid zijn en de oude rechtsvorm die past ons niet meer. Daar zijn we uitgegroeid. Vooral omdat we eigenlijk iedereen binnen het team willen we mede-eigenaar maken van wat we doen. Dat past, ja. Nou, dat sluit helemaal aan bij hoe we werken. En ook daar ben ik wel heel geïnteresseerd in nieuwe vormen. Daar zijn we ook nog niet uit. We zijn nu heel erg aan het kijken naar de BV-structuur en die helemaal uitkleden en anders inrichten. Daar hebben we gelukkig ook, krijgen we ook hulp bij van Brugink en van der Velde in Utrecht. Een democratisch advocatenkantoor. Maar ik weet zeker dat er nog andere mensen zijn die daarmee bezig zijn. En die zeggen van ja, er zijn nieuwe vormen. De coöperatie bijvoorbeeld. Dus dat zou ik ook leuk vinden om daar meer van te weten. Ja, er valt nog genoeg te ontdekken voor mijn gevoel. Je helpt me enorm door deze podcast 5 sterren te geven in iTunes. Wil je blijven leren en altijd op de hoogte zijn van het laatste innovatienieuws? Meld je dan aan voor onze wekelijkse innovatietips via innovatiewasstraat.com.